De situatie met betrekking tot de vuilophaal in het district Para is nog steeds ongewijzigd. We namen na 2 weken weer polshoogte om na te gaan hoe de situatie nu is. In Para-Oosten, enkele delen van Noord, heeft het districtscommissariaat nog steeds moeite met het ophalen van huisvuil. Dit zegt Sherwin Piquet, coördinator Milieu- en Gezondheidsdienst van het commissariaat van Para. Hij geeft aan dat vanwege omstandigheden de particuliere vuilophalers nog steeds niet betaald zijn. Wat er speelt op dit moment is dat er een achterstand is opgetreden in vuilophaal vanwege het feit dat de financiële middelen die gestort moeten worden in het districtsfonds, want vanwege die decentralisatie is het zo dat de gelden, de financiële middelen, elk kwartaal een bepaald bedrag gestort moet worden in het districtsfonds, zodat je dan de ondernemers die belast zijn met de vuilophaal, de mensen op tijd kunt uitbetalen. Dus er is wat dat betreft een achterstand in de betaling, zodat het commissariaat de mensen op tijd kunnen betalen. Wel moet ik aangeven dat de ondernemers al maanden niet zijn uitbetaald, maar ze zijn nog steeds bezig om het vuil op te halen. Ondanks dat ze een achterstand hebben in betaling, gaan ze normaal door. Een paar zijn gestopt. Recent heeft één ondernemer een kleine achterstand hebben ze ingelopen, financiële achterstand ingelopen. Maar dat is nog niet wat het wezen moet. Volgens Piquet wacht het commissariaat op gelden die gestort moeten worden in het districtsfonds om de achterstanden in te lopen. Het commissariaat probeert het overtollig huisvuil met eigen vervoer op te halen en naar de vuilstortplaats te brengen. Piquet snapt de frustratie van de buurtbewoners, maar het is een samenwerking tussen het commissariaat en de gemeenschap. Hij doet een beroep op de mensen om de dagen van vuilophaal in de gaten te houden. Het lukt niet helemaal 100%, maar we doen onze uiterste best vanuit het commissariaat om dat te doen. Hier en daar heb je wat vuil liggen, vooral in het resort Para-Oost. Het is een heel groot resort en het meest dichtstbevolkte resort van Para. Dus daar heb je dan de meeste mensen. Dus in het oosten hebben we een achterstand in vuil. Als je langs de Hoofdweg rijdt, Martin Luther Kingweg, de Sir Winston Churchillweg, daar heb je nog wat vuil liggen langs de weg. Een ander probleem is dat de mensen in de binnenwegen, dat hebben wij zelf gemerkt, als de vuilwagen misschien op de dinsdag en op de donderdag moet langskomen in de binnenwegen, en dat gebeurt niet, dan zijn de mensen gewoon geneigd om het vuil van de binnenwegen gewoon te brengen naar de hoek. Met alle nare gevolgen van dien, want dan komen er honden, er komen vliegen erbij. En het is geen gezicht als je langs de Hoofdweg rijdt en vuil zit helemaal overal verspreid. Para-Oost is zeer dicht bevolkt en het commissariaat vraagt de bewoners om wat geduld te betrachten met betrekking tot de situatie.